Ik sta hier aan de Dunne Bierkade. De naam Bierkade komt uit de 17e eeuw, toen Den Haag nog geen stadsrechten had en het bier moest importeren uit bijvoorbeeld steden zoals Delft. Het kwam hier aan de kade aan. Achter mij, je zou het niet zeggen, achter deze deur ligt een groot historisch tuinencomplex met een heus chalet midden in Den Haag. Ik heb deze plek een aantal jaren geleden op Monumentendag ontdekt, toen ik net in Den Haag woonde. Aankomende Monumentendag op 12 september is deze plek ook weer te bezoeken. Dat zou ik zeker doen. Wij komen het voordeel. Aan de bierkade zijn allemaal leuke restaurantjes en leuke plek om bier te drinken.